Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Vandaag gaan we weer verder met deze Sago Mini app. Dat was de Boats app met dat kleine hondje. Ik had hem al een keertje laten zien. En toen heb ik laten zien wat je er allemaal mee kunt doen. We zijn met de boot op wereldreis. Met dit hondje. Dan zijn er verschillende stations. En je kunt namelijk je vrienden bezoeken. En die wonen dan over de hele wereld verspreid. Als eerste moet je de koffer inpakken van de hond. Oepsie, liet de tandenborstel vallen. Verjaardagstaart, dat moet natuurlijk mee. Dat doe je altijd in je koffer. Uiteraard niet. Dan een teddybeer, die moet ook mee. En ik denk dat nu wel genoeg is. Dan gaan we op reis. Ik hoor al geluiden van de zee. En dan gaan we. Je kunt duiken en springen met deze boot. Best wel bijzonder. Hier zien we iets nieuws wat ik de vorige keer nog niet heb gezien. Een vuurtoren. Ik vind het heel erg leuk gemaakt en vormgegeven allemaal. Sommige dingen kun je nog verzamelen. Ik heb net geprobeerd om cupcakes te verzamelen, maar dat ging niet helemaal. Oh, hier kunnen we een pauze houden en dan kunnen we ananas eten. Dan gaan we weer verder. Daar was een ballon en het grappige is dat je die ballonnen ook kapot kunt maken in de lucht. Kom. Ja, nou is het gelukt. Oké, dan weer verder. Soms is het spel een beetje hectisch en dan sla je ineens van alles over. Waardoor je amper ziet wat er allemaal gebeurt. Hij kan op de een of andere manier ook niet echt langzaam varen. Hij gaat alleen maar heel erg snel. Ik vind die roeiende wolkjes trouwens ook echt heel grappig gedaan. Oh ja, en hier zijn we weer bij die stenen van Paaseiland. Die kunnen een beetje muziek maken. En eentje steekt zijn tong uit. Echt grappig. Gaan we weer verder. Hier heb je weer de octopus. En die geeft allemaal ijsjes. Het liefste eet een hond natuurlijk alle ijsjes. Die kan zoveel ijs eten als hij wil. Het is natuurlijk een paradijs. En nu gaan we maar eventjes ophouden, want anders dan houdt hij nooit meer op met ijs eten. Hier in het spel hoef je trouwens nergens voor te betalen voor die ijsjes die bijvoorbeeld, die kon de hond gewoon gratis opeten. En flessen. Ik weet nog steeds niet wat je mee kunt doen, maar je kunt het dus blijkbaar meenemen. Nu heb ik ook nog een tweede fles. En dan zul je de kokosnoot ook wel mee kunnen nemen. Een ananas. Ja, daar is nog een flessenpost. Maar ik geloof dat we wel genoeg hebben. En zo'n cupcake, die wil ik. Zo. Daar is een piraat. Daar zijn we de vorige keer ook al langs gegaan. En die piraat die heeft een schat bij zich. Een kroon en een zwaard en een diamant en nog een zwaard, nog een kroon. Het is wel een aardige piraat, want hij geeft zo zijn schat weg. Het hondje kan weer verder op reis. Aha, een telescoop. Ook leuk. Best bijzonder wat je allemaal vindt in de zee trouwens. Dat zou je niet zomaar verwachten. Aha, je kunt zelfs een Android robot meenemen. En ik geloof dat we nu aangekomen zijn. Waar zijn we? Het ziet er een beetje oriëntaals uit.
kijk, daar is het vriendje. En dan drinken ze samen een kopje koffie of thee. En dan kunnen we nog iemand anders bezoeken. Dat gaan we nog eventjes doen. Dan ben je dus niet de hele tijd op bezoek bij dezelfde persoon. Ik had de koffer niet open gedaan en toen verdween de goudvis helaas. Nou, dit keer nemen we weer van alles mee in de koffer. Zoals we de vorige keer al hadden kunnen zien, is die koffer echt oneindig groot. Er past er echt van alles in. Zonnebril, kan die nog op? Ik weet het niet. We gaan weer op reis. De zee alweer. Oké, we gaan weer. Ik ga wel eventjes highspeed. Wow, wat is dit? Dat was cool. Deze kunnen we ook nog bezoeken. Oh ja, die kunnen we een cadeautje geven. Een zonnebril. Oké, dan gaan we weer verder. Volle vaart. Oeh, een hele grote golf. Wat is dat nou? Een kolk. Oh, jeetje. Maar je kunt er wel nog gewoon uitkomen. En dat is een eiland met allemaal van die robotjes. Wat moet je daar nou mee doen? Volgens mij kun je ze meenemen. Nou ja, je kunt ze in ieder geval door de lucht gooien. Oké, dan gaan we eens eventjes verder. Een cupcake, die wil ik mee hebben. Oh nee. Ik geloof dat ik per ongeluk een robot weg heb gegooid. En kijk. Die dingen zoals de cupcakes, die kun je zelfs onderweg eten. Het wordt ook langzaam donker. Eens even kijken of we wat kunnen doen bij de vuurtoren. Ik denk het niet. Volgens mij staat het hier alleen maar ter decoratie. De vis die kennen we al, zijn we inmiddels al een paar keer langs geweest. Die slaan we even over. Ja, en ik geloof dat we er weer bijna zijn. Wij hebben ons doel bereikt. Het konijntje woont op het strand. Lijkt wel alsof hij op Hawaii woont. Dat is een leuke foto. Je kunt dus in ieder geval allemaal verschillende avonturen beleven met deze app. Het zijn superveel dingen die je uit de zee kunt vissen. Je kunt veel andere dieren ontmoeten. Als je de video leuk vond en deze app, geef dan een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vertel welk doel jullie het meest aanspreekt. En als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je dan op het kanaal. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!